SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij SV Urk TV met de samenvatting van de wedstrijd Urk tegen Dovo op woensdag 5 oktober 2022. De wedstrijd staat onder leiding van de heer De Winter en hij wordt geassisteerd door de heren Balta en Beemsterboer. Een vrij sfeervol begin op deze doordeweekse competitiewedstrijd waarbij Urk vooral zint op revanche op de 4 nederlagen op rij. Het aanvallende Urk dat van begin af aan de aanval zocht en vooral druk uitoefende op Dovo, waarbij vooral in de eerste helft aan de rechterkant het gevaar kwam. En nu is het aan die rechterkant, komt daar, jawel, is het Lucas Tol en is het Lucas Graal. Die brengt de bal bij Jan Ros en Jan Ros zijn inzet is net iets te hoog, maar een kans voor open doel. En dit had eigenlijk een doelpunt kunnen en misschien wel moeten zijn. Dovo ging verder en verdedigde eigenlijk constant met veel mensen om de 16 meter. Maar Urk probeerde daar de ruimte te vinden. En vooral aan de linker en wisselend van kant naar de rechterkant. Hier Lucas Tol met een voorzet. Maar die val is geen voorzet. Het is een schot waarbij keeper Vrolijk heel makkelijk de bal in de handen krijgt. Benny Dunning. Paas aan de rechterkant. Die mislukt in eerste instantie. Waarbij het Dovo de aanval over kan nemen. En is het daar de Higam Hadouit die de bal bij Martins brengt. En Martins met de voorzet. En dan is het heel ongelukkig in de 6e minuut dat Benny Dunning een eigen doelpunt maakt. En Dovo op een 1-0 voorsprong brengt. Eigenlijk tegen de verhoudingen in, want de kansen waren vooraf voor Urk. Dus het heel rustig opbouwen vanaf Klaas Kramer naar Benny Dunning. Benny Dunning die na zijn blessureperiode weer in de basis staat en een hele goede rentree maakt. Buiten dus staat eigen doelpunt. Ongelukkig is het Lucas Tol. Lucas Tol brengt die bal naar de buitenkant. En dan is het Lucas Graal die nog een keer de bal teruglegt op Lucas Nagel. Naar de buitenkant is het nu Lucas Tol. Lucas Tol kijkt eventjes en legt die bal terug. En op de 16 meter, maar dan wordt het uiteindelijk, jawel, is het Hesselsnoep die niet het geluk heeft vandaag, want zijn inzet raakt de lat. En is het doelman Vrolijk die alle tijd neemt, want het is Dovo wat constant onder druk staat, maar wel op een 1-0 voorsprong. De vrije bal waarbij Richard Strijker even wat te vroeg uit zijn doel komt. Maar door Benny Dunning geassisteerd wordt en de bal over de achterlijn. En een corner die niks opleverde voor Dovo. Dus het Lucas Graal, een van de uitblinkers vandaag. Maar er waren vele uitblinkers. Want Urk speelde een hele goede wedstrijd. En met name in die eerste helft creëerde veel kansen. Maar wist er jammer genoeg niet één van te benutten. Ook deze voorzet van Lucas Graal is iets te scherp voor Hesselsnoek. En Hesselsnoek schiet de bal niet in het doel, maar net een beetje erover over de bal heen. En mist deze kans. Is het Dovo dat de bal weer probeert uit te verdedigen. En uiteindelijk komt hij op het middenveld bij Dovo terecht. Maar is het Lucas Tol die ook een hele goede wedstrijd speelde. Met name aan de linkerkant in combinatie met Jan Ras. Creëerde hij heel veel mogelijkheden voor Urk. En is het Dovo dat op slag van rust uiteindelijk die bal daar bij Hadouit brengt en dan is het misschien een strafschop, maar scheidsrechter Winter wilde van geen strafschop weten en twijfelt niet. Het is gewoon doorspelen en Urk kan opnieuw de aanval gaan zoeken, want zij waren duidelijk de bovenliggende partij in de eerste helft onder leiding van de goed spelende Jan Ras. Een klein foutje daar van Klaas Kramer en dan is het Martins die de bal net naast het doel schuift, het doel van Richard Strijker die in de eerste helft heel weinig te doen kreeg. Uiteindelijk dan toch weer Urk in de aanval, het storen van Hesselsnoek. Dat levert even geen gevaar op en is het in die slotfase van die eerste helft uiteindelijk weer die Martins die de bal voorgeeft. Via Rikert Jan Brands nog een keer in balbezit komt en gaat hij nog een keer een voorzet geven. En dan is het net iets te scherp voor de nummer 10 en dat is Guido van Dijk die de bal niet in kan zetten. Inworp voor Dovo aan de rechterkant.
dan zochten zij toch veelal die Martins, die op snelheid heel gevaarlijk was. Maar Pietert-Jan Brands had hem wat dat betreft goed in de gaten. En dan is het Lucas Tol met een hele mooie individuele actie. Paas op Lucas Graal. Lucas Graal gaat aan de buitenkant en is zijn voorzet net iets te scherp om Lucas Hesterschnoek te bereiken. En dan is het Vrolijk die de bal in veilige handen heeft. Urk gaat door met de aanval. En dan is het aan de linkerkant wederom. Lucas Tol. Lucas Tol met een combinatie. En gaat dan kijken waar zit de ruimte achter die verdediging van Dovo van Daan. Moeten ze het van hebben. Lucas Tol opnieuw aan de bal. Hoge voorzet van Riekert-Jan Brands. Maar dan is het net over het doel heen. En wederom geen gevaarlijke mogelijkheid voor Urk. Terwijl ze wel de kansen creëerden. Maar net dat laatste stukje geluk ontbeerde. Dovo dat aanval zoekt via de linkerkant. En dan komt die voorzet die Strijker nog net met de top van zijn vingers weg kan werken. Maar daar staat Martins die de bal nog in de doel schiet. Maar op de juiste plaats staat Riekert-Jan Brands. Geen hens volgens de scheidsrechter. Dus ook geen strafschop. En we gaan met 1-0 de ruststand in. Voorsprong voor Dovo. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. Zo beginnen we aan de tweede helft bij Urk tegen Dovo. Met een 1-0 ruststand waarbij even een kopfoutje van Benny Dunning. Maar de bal door in Martins in het zijnet geschoten. En van het doel van Richard Strijker. Rechterkant veel aanvallen, met name ook via Lucas Graal en Uden Eentjes. Maar deze voorzet was ook weer net iets te scherp. En dan is het Jaras die nog in het elftal staat. Nu is het Lucas Tol die met een individuele actie probeert om de achterlijn te halen. En dan gaan we kijken, kan ik een voorzet geven? Dat kiest hij voor. En zijn inzet gaat net over het doel heen. Dus ook hier geen doelpunt voor Urk. Goede kans daar voor Dovo. Was het Aniel Merkan, maar op de goede reddende actie van Richard Strijker. Alleen zijn ingooi is even wat verkeerd, maar met veel geluk komt hij toch bij uiteindelijk bij Urk terecht. En dan kan Lucas Tol gebruik maken van zijn snelheid. En dat is een van zijn sterke wapens. Een klein doortikje is het net mis, maar dan is het uiteindelijk toch Lucas Graal die Urk op een 1-1 brengt. Een mooie individuele actie. Was dat van Lucas Tol die de bal goed doorspeelt. En dan uiteindelijk komt die bal bij Lucas Schraal terecht. En die scoorde zijn vierde competitiedoelpunt van dit seizoen. 1 tegen 1. Vrije trap van Uden Eentjes tegen een van de spelers van Dovo aan. En die kan Urk wel verder opbouwen. Met een voorzet van de linker rechterkant. Waarbij uiteindelijk het dan toch geen kans meer oplevert voor Hesselsnoek. We probeerden die 1 tegen 1 verder uit te bouwen, want de zoekmogelijkheden waren er. En ze waren gewoon de betere ploeg met goed voetbal, zeker in de eerste helft. Maar ook in deze fase van de tweede helft naar die 1 tegen 1. Maar even later was het toch even onoplettend in die achterste lijn. En kon Dovo eruit komen. Waarbij uiteindelijk is het Ide Den Dulk in het veld gekomen voor Benny Dunning. Die toch wel uitgespeeld was na zijn blessureperiode. Dat hij een half uur gespeeld had samen met Jan Ras. Werd hij gewisseld door de trainer van Urk. En dat was gewoon uit voorzorg. Want het waren wel twee spelers die de stempel op de wedstrijd drukten. Nu is het een afstandsschotje van Dovo waar Richard Strijker geen moeite mee heeft. Corner van Dovo en die wordt hoog ingebracht. En bij de tweede paal dan een hele grote mogelijkheid voor Dovo. Maar die bal wordt naast het doel gekopt. Een hele verre trap van Dovo. En dan gaat Richard Strijker onder die bal door. En dan is het Van Dijk
die daarvan profiteert. Ja, een misverstand voor een misvatting van doelman Strijker. Door het gladde veld kreeg de bal een wat hogere stuit dan hij verwachtte. Ging over hem heen. En daar profiteerde Van Dijk van. Een individuele fout kun je het misschien niet noemen. Maar dat was vooral door het veld. Waardoor Urk op een 1-2 achterstand kwam. En dan in dezelfde minuut komen ze zelfs op 1-3. Is het opnieuw Van Dijk die een verkeerde terugspeelbal van iedereentjes gebruikt. Om er 1-3 van te maken. En zo staat Urk op dat moment met 3-1 achter. Met nog ruim een kwartier te spelen. En dan opnieuw een verre trap. Want Urk gooide alles wat aan de achterkant was open. En er ontstonden natuurlijk mogelijkheden voor Dovo. Maar Martins wist daar op dit moment niet van gebruik te maken. En dan komt Urk dat toch de aanval bleef zoeken. Want ze geloofden nog steeds in een beter resultaat. En dat voetbal dat verdiende dat eigenlijk ook vandaag. Lucas Tol. Lucas Tol met een heel mooi paasje op iedereentjes. Iedereentjes en is het net niet een teenlengte tekort. Komt daar iedereentjes die ingevallen was voor Jan Ras. Dovo dat natuurlijk temporiseerde om die 3-1 veilig te stellen en Urk niet in balbezit te laten komen. En is het opnieuw gevaarlijk waarbij Van Dijk opnieuw de bal krijgt. En dit is dan de mogelijkheid die hij niet benutte. Vooraf had hij er wel twee benut. Deze bal gaat naast het doel van Richard Strijker. Weer die ruimte achter de verdediging van Urk, omdat zij zo de aanval zochten. En is het opnieuw die snelle Martins die de bal teruglegt. En net geen doelpunt. Het had hier 4-1 kunnen worden. Maar Urk leeft wat dat betreft nog. Het is nog maar 1-3. Den Dulk. Paasje op iedereentjes. Iedereentjes met een hoge voorzet richting die tweede paal. En dan is het net naast koppen van de invaller, Jelle de Boer. Want de trainer van Urk die benutte al zijn wissels om in ieder geval aanvallend nog wat extra impuls te geven. Voorzet iedereentjes en dan is het Jelle de Boer die toch vlak voor tijd, 88e minuut, Urk op een 2-3 achterstand terugbrengt. En dat betekent dat ze nog steeds kansen zien, want die 2 minuten plus wat extra tijd, die leverde heel veel hectische momenten op waarbij zelf Richard Strijker, de doelman van Urk, mee naar voren ging. 2-3 corners op rij, hoge voorzet, wegstompen door de keeper, nog een keer Strijker die de bal terugbrengt. En dan opnieuw die hoge voorzet, Jelle de Boer, maar die kan niet bij de bal komen. En uiteindelijk is de bal die over de doellijn gaat en opnieuw een hoekschop. En zo blijft het hectiek in die slotfase met Klaas Kramer. Klaas Kramer, Lucas Tol. Lucas Tol krijgt de bal terug van Klaas Kramer. Kan hij die bal halen? Net niet. En is het Dovo dat voor de zekerheid de bal over de zijlijn speelt. Lucas Tol met een individuele actie, hoog voor. En dat was het summum. Iedere keer die ballen hoog voor het doel. Engels voetbal, zoals dat heette. Weersomstandigheden waren er ook een beetje na. Maar ze leverden uiteindelijk geen resultaten meer op. Ondanks alle hectiek in de 16 meter lijn. Zoals nu ook weer. Het vrije bal. Klaas Kramer. Ieder den Dulk. En is het uiteindelijk toch de bal daar aan de zijkant bij ieder neentjes. Maar die kan de bal net niet meer van de voor de doellijn voorgeven. En zo verliest Urk onverdiend van Dovo met 2-3. En dan gaan we nu luisteren naar de nabeschouwing van de analyses van de beide trainers van Dovo en van Urk. 18 oktober, de bekerwedstrijd. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. Ja, hier staan we dan na een wedstrijd die heel veel hectiek kende, heel goed voetbal kende, met uiteindelijk een winnaar, Dovo met 3-2. Een terechte winnaar, Folian Wolf, trainer van Dovo. Totaal niet terecht, maar dat vind ik niet zo erg. Want als je naar die eerste helft kijkt, voordat die 1-0 valt, had het ook 2-3-0 voor Urk kunnen zijn, hè? Moeten zijn. Moeten zijn zelfs. En dan komen jullie op een hele gelukkige manier op 1-0. Een eigen doelpunt van Benny Dunning. En ja, dan in die tweede helft blijft Urk aanvallen. Wordt het 1-1. En uiteindelijk, heel goedkoop, krijgen jullie 1-2 en 1-3 in de schoot geworpen. Daar ben ik dan weer niet helemaal mee eens. Ik denk de tweede helft, de eerste 25 minuten
redelijk gelijkwaardig was. Tuurlijk kwamen ze er een paar keer goed uit. Dat leidde niet tot enorme kansen. Ik denk dat als wij wat zuiverder zijn, dat we ook sneller naar rust al of we naar rust al 2-0 moeten maken. Of het nou terecht is of niet, is dan niet aan de orde. Want dan kan je naar 0-2 lopen. We hadden ook nog een penalty 1000% moeten hebben. Ook niet die vergeten ze ook te geven. Hensbal, kijk maar terug. Ik hoop dat je hem in de samenvatting doet. Betekent, dan kan je op 0-2 komen, ondanks dat het niet terecht is. Ja, dat doet dan niet aan de orde. Kijk, de eerste 20 minuten is het een invasie. En ik denk dat de eerste 20 minuten, als Urk 1-2, 3-0 maakt, dat we nergens niks te vertellen hebben. Na die 20 minuten zag je wel dat de ruimtes ontstonden. Toen kwamen er een paar keer gevaarlijk uit. 2-3 momenten waarin wij natuurlijk wel 1-0 kunnen maken. Daarna namen we het weer goed over. Dat ging een beetje op en neer op een gegeven moment de fase. Ongelukkige eigen goal. Aan de andere kant, mijn spits drukte staat erachter. Die piste man is erin. Zoals hij de andere twee goals ook heeft gedaan. Had je dit Urk zo verwacht dat zo aanvallend zou spelen en met zoveel passie? Zeker weten, 100%. Ja, ik heb genoten van jullie tegen Sparta Nijkerk. Ik heb alle hele wedstrijden teruggezien. Op eentje na heb ik ze allemaal helemaal teruggezien. Ja, dus, ik moet zeggen, het ziet er echt leuk uit. Ik heb genoten van die Jan Ras, zeg ik het goed? Ja. Ja, wat een speler, geweldig. En uiteindelijk levert het voor Urk geen resultaat op, wel voor jullie. Daarmee in ieder geval gefeliciteerd. Want de 3 punten, die neem je mee naar Veenendaal. En succes in het vervolg van de competitie. Misschien nog wel voor die bovenste plaatsen, want dat doen jullie voor mee, hè? Ja, dat is voor ons niet zo aan de orde. Alle punten die we nu alvast binnenhalen, die zijn prettig. En als we uiteindelijk ons in de middenmoot weten te zetten, dan zijn we dik tevreden. Het belangrijkste is dat deze nu, ook al is het gestolen overwinning, hij is wel lekker. Gefeliciteerd en wel thuis. Dankjewel. Ja, Gert-Jan, wat een goede wedstrijd van Urk met geen resultaat. Ja, Peter. Was dit het interview? Goede analyse. Want als je terugkijkt naar die eerste helft, wat hebben, ik in ieder geval, maar het hele publiek, wat heeft dat genoten van deze manier van voetballen van Urk? Met zoveel passie, maar ook het tempo in de wedstrijd en heel veel tempowisselingen. En vooral over die rechterkant zichten jullie heel veel gevaar en heel veel kansen creërend. Ja, maar ook over links. Het was gewoon het beste Urk, misschien wel het eerste helft onder mijn leiding. Kijk, Florian, ik denk dat hij doelt op een situatie bij hun met een hensbal van ons. Maar volgens mij hadden wij al op 0-0 een penalty moeten hebben met Lucas Graal. Ja, een Urke valt nooit, hè. Die blijft maar doorlopen tot hij erbij neervalt. Alleen dat moet je doen op het moment dat je geraakt wordt en niet 10 meter verder. Maar goed, los daarvan, we hebben zoveel kansen gehad. De eerste helft 3-4, echt open kansen, mooie kansen. Jan Ras, Hessel op de lat, ja, dat moet je maken. En als jij in één wedstrijd 5 keer scoort en je verliest met 3-2... Dan heb je het gewoon over jezelf afgeroepen. Ik kan de jongens niks verwijten. Het eerste uur was heel goed voetbal. Mijn wissels waren gisteren al bekend. Maar na een uur wissel ik. En haal ik Benny en Jan eruit. En ik haalde toch een beetje het verband uit het team. We zitten met die fitheid. We zijn zuinig op ze. Het seizoen duurt lang. Dus ik kon echt niet langer dan een uur. Daarna krijgen we 2 echt mokerslagen met gewoon persoonlijke fouten. Dat gebeurt. Maar als je dan ziet wat we dan... Beetje Engels. Regen, wind, publiek. Eindelijk een beetje erachter. Dan, als je ziet wat ze dan nog brengen, 3-2, en dan moet je iets geluk hebben dat hij nog een keer valt. Maar ja, we hadden veel meer recht dan een nederlaag. Maar ja, als ik morgen wakker word en ik ben dit nare gevoel een beetje kwijt, dan denk ik dat achterblijft dat we de eerste helft wel verschrikkelijk goed voetbal gespeeld hebben. Helemaal mee eens. Ja, en dan het vervolg. Want ja, moet je deze jongens nou nog extra opbeuren? Of wat is nou jouw taak in de komende week? Mijn taak is om die eerste helft uit te bouwen naar 2 helften. Want de eerste helft was zo prachtig mooi. Het was en snel en het was consequent in balbezit vanuit systematiek, maar ook met positiewisseling. Het was individuele klasse van spelers die passeren. We moeten scoren en we moeten die 1 of 2 lange ballen van Dovo beter verdedigen. En dat doen we dan onvoldoende. En er komt 1 keer een voorzet en die loopt Benny erin. Ik denk dat hij hem over 2 weken gewoon met zijn linkerbeen naar de zijkant uitverdedigt. En nu wil hij met zijn hoofd. Ja, dit is de eerste wedstrijd van Benny dit seizoen. En wedstrijdhard word je in dit soort wedstrijden. En wat ik zeg, ik kan ze niks verwijten. Ik heb van de eerste helft genoten. En als we daar 2 helften van kunnen maken met iets meer rendement. Nou, dan zijn we een heel eind, toch? Dat denk ik ook. Want het woordje rendement, dat is natuurlijk wat deze wedstrijd blijft hangen.
Want nogmaals, complimenten voor de wijze waarop jullie gestreden hebben. En met name ook in die slotfase nog er alles aan hebben gedaan om die 3-3 binnen te halen met veel hectiek in de 16 meterlijn. Het mocht helaas niet lukken. Als ik zeg strijdend ten onder, klopt dat dan? Ja, maar Harkemaarse Boys tweede helft was ook strijdend ten onder. Stappers was ook strijdend ten onder. We moeten daarmee ophouden. We moeten gewoon die bal erin schieten. En dat moet voor de rust, waardoor je voorkomt en waardoor je dan ontspannender wordt. En wij komen elke keer achter. En elke keer achter door stupide acties van onszelf. En die jongens, en dat heb ik zo vaak gezegd, je moet jezelf belonen als elftal. Dat doet de tegenstander niet. Die profiteren dankbaar. Maar dit is nou de vijfde tegenstander op rij die dankbaar profiteert. En hier hoor ik net iemand zeggen, god, was Sinterklaas was vroeg vanavond. Maar in mijn ogen is Sinterklaas al 5 weken op het sportpark. Laten we dat dan hopen. In ieder geval complimenten voor deze wedstrijd en succes met de vervolg. En hier weer in de thuiswedstrijd, in de bekerwedstrijd, kun je in ieder geval revanche nemen tegen Staphorst in de derde ronde van de grote KNVB-beker. Gert-Jan, dankjewel en nog een fijne avond. En goed wakker worden morgen.